Koos. Hallo, Lot. Koos van Dijk, ja. Toch? Ja, Koos van Dijk. En ook wel, ja, ik zei straks al even tegen je, vind je dat niet vervelend dat ik wil jou aankondigen als de manager van Brood? Herman zou er trots op zijn, want mijn taak is om hem in leven te houden. En als we over hem praten, dan leeft hij, dat wist hij. Dus dat... Jij bent nog steeds in het brood. Ja, in brood. Ik verkoop nog steeds. Ik ben galeriehouder eigenlijk. Hè. Ik ben kunst. Ik zit in de kunst. En wie weet gaan we hier wel een broodwinkel beginnen? Om hier even ergens binnen te komen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, jij is hier maar, het gebouw rond. Daarom hebben wij jou gevraagd. Omdat kijk, jij hier aan het rondzwerven was. We dachten, ja, we moeten hem iets bieden. Nou, ik zal dan vertellen hoe ik eigenlijk met onze club Music Q in contact ben gekomen. Ja, wel in het kort, hè? Want je bent heel kort. Nee, heel kort. Maar ik zal het even vertellen. Ja. Ik was hier dus om te repeteren met de Wild Romance. En toen liep ik hier een paar dagen echt zo rond van... Dit kan niet. Zo mooi. Nou, en toen heb ik Lot... gebeld en dat was jij niet. Nee, Lot zit nou in Afrika. Lot zit nou in Afrika. En toen vertelde Lot over Stan en over Chris en over Jack en ga maar door. En van het een kwam het ander. En toen was je geïnspireerd. Is hier. Want kijk, los van dat jij een van de eersten was hier die alles aan de praat maakte. Maar ik heb alles wel gevolgd als West. Ik woon in West. En over politiek. En ik vond het echt, het is een kruis. En ik dacht bij mezelf, samen de schouders eronder. En hoe trekken we nou de grauwsluier van Music Q af? Nou, dan ga ik even snel jouw gast eigenlijk. Want eigenlijk is het dus jouw gast. Ja, Jack Fischer voorstellen. Hi Jack, gitarist. Maar je bent ook de coördinator van de popopleiding op het conservatorium. Ja, ik ben studieleider, heet dat tegenwoordig. Maar ik heb het ook zelf opgezet en ontworpen. Iedereen gevraagd, het programma geschreven. Dus een beetje mijn hoofd zegt altijd de architect van de popopleiding. Want ik vond dat het conservatorium van Amsterdam hoort gewoon een hele stoere popopleiding. Sinds wanneer is dat? 2003 zijn we begonnen. 2003, ja. En dus dat ben je. En je hebt echt nog ontzettend veel meer. Je bent de eigenaar van de Dutch School of Popular Music. Ja, en de Amsterdam School. Ja. Ik heb eigenlijk van heel jongs af aan heel veel gedaan met naast spelen. Met gewoon onderwijs. Echt, ja, waar gewoon gitaar of rock'n'roll echt serieus aangepakt. Maar wel met bewaren van de kenmerken als het ware. En daar ben ik van heel jongs mee bezig. En we hebben op een gegeven moment een school gemaakt waar kinderen eerst een band spelen, een naam bedenken. Waar gaan we over schrijven? Wat willen we uitstralen? En vervolgens leren we al spelende wijze alle instrumenten en beginnen we de bandklas. En dat doen we ook hier in het gebouw heel veel. Dat hebben we in Den Haag ook. Daar ga jij dan zo, Koos, helemaal op verder. Maar ik zou één ding willen vragen van tevoren aan Jack. Want ik was een beetje aan het googlen natuurlijk. En toen las ik over dit ding. Dit is Jackson eerste gitaar. Ik zal hem heel even laten zien. Dus toen zei ik zien, net, maar hoe is het met je eerste gitaar? Ja. En toen bleek die hier te zijn. Echt heel leuk. Nou ja, dat is heel toevallig dat toen wij hier echt neergestreken zijn met alles. Want we zijn eerst gedeeltelijk met de DSOPM een jaar eerder gekomen. En hadden we 8 ruimtes met de voorbereiding. Ik denk een jaar geleden zijn we met alle spullen hier gekomen. En deze gaat altijd mee. Dat is inderdaad mijn eerste elektrische gitaar. En die heb ik gebouwd toen ik 12 was. Want ik speelde klassiek piano. En dat was superleuk. Maar ik kon niet stilzitten. En vandaar dat ik elektrisch gitaar wilde spelen. En mijn ouders zeiden, nou moet dat nou een elektrisch. En toen heb ik op mijn eerste jaar middelbare school hadden we handarbeidles. Ja. En toen heb ik deze gitaar gebouwd. En van onderdelen aan- en uitschakelen. Ja. Want ik dacht gewoon op tv, je zit een schakel op. Daar kan je vast mee uitzetten. En in dit ding zat voeren een element van de intercom van het... Heerlens Gymnasium. Er was gewoon een telefoonelement eruit gehaald. En daarmee had ik een brug met inmaakringen van mijn moeder. En daar ging een snaar overheen. En toen had ik mijn eerste elektrische gitaar. Met technisch advies van een vriendje van mijn oudere zus. En hij deed het. En sindsdien bezeten van sindsdien gitaar. Is je mascotte. Ja, en hij gaat altijd mee. En ik heb eigenlijk al mijn gitaren nog. Maar dit is toch... Dus die hangt in een van de ruimtes hier. Leuk. Dus en toen jij daarna vroeg, zijn we hem even gaan halen. Want dat is een mooi verhaal. Dit voor mezelf ook, want het gewoon een fabriek in Heerlen, kwam ik met een plaatje en zo wil ik een gitaar. En dan hebben ze hem voor me uitgezaagd en ik schuren en steken. En zilver spuiten en verven met een quote, dat was natuurlijk... Heel erg rock, zeg maar. Ja. Hey Jacques, en waar ben je geboren?
In een dorpje Schinnen in Zuid-Limburg. Ja. Vlakbij Geleen, waar Pinkpop voor was. Ja, ja, ja. Dus toen ik 10, 11 jaar was, daar ging ik dan ook stiekem naar het festival, naar het zwembad. En ja, naar de Golden Earring luisteren. En dan niet aan mijn ouders vertellen dat ik naar het festival ging. Nee, vervolgens werd mijn fiets gestolen, waardoor ik toch betrapt werd. Nee. En vanaf mijn 12e kon ik er ook gewoon naartoe. En een van de eerste jaar was Van Helen met mijn eerste vriendinnetje dan naar het festival kijken. Dus en toen was, dacht ik, als ik daar ooit sta, dan... Ja. Maar uiteindelijk ben je muzikant natuurlijk. Daarom zit ik ook even hier. En jij geeft dan jouw know-how door nou aan kinderen. Maar dus dat was jouw inspiratiebron kinderen eigenlijk. Kinderen en op het conservatorium. En heb je jezelf gitaar leren spelen? Ik heb piano altijd les gehad. Ja. Maar in mijn buurt was er niet zoveel elektrische gitaar. Op een gegeven moment ging ik voor pianoles naar de muziekschool in Heerlen. Maar dat was heel duur. Ging mijn ouders niet op vakantie vanwege de muzieklessen van de kinderen. En uiteindelijk, daar ben ik ook nog eens erg blij mee. Maar uiteindelijk heb ik wel een paar lessen elektrisch gitaar gehad. Maar dat heb ik het eerste jaar zelf gedaan. Ja. Toen een tijd les van Rick Noloff, een van de gitaristen, die heel goed. Ja. Maar het was tof, maar ik wilde rock'n'roll. Ik wilde echt hardrock kunnen. Dus ik heb, wou indruk op de meisjes maken, precies. Onmiddellijk. Precies. Want toen ik 17... pianist, Herman zei altijd van, die fucking piano. Eigenlijk heeft hem hele leven daarin gezeten. Maar jij weet ook waarom. Ja. Dus hij zei, was ik maar gitaar gaan spelen. Ja, en ik had het nog erg. Ik zat natuurlijk op het gymnasium. Ja. Al mijn vrienden die leuk met muziek, die waren op de HAVO. Dus ik moest iets verzinnen. Ja. Dus ik moest heel hard oefenen. Ja. Harder dan anderen. Om dat weer goed te maken. En weet je nog de naam van je eerste bandje, nou we toch erover hebben? Ik had eerst een bandje met een paar vrienden en groepen Epen, maar dat waren jongens uit Amsterdam. Die hebben mij ook de eerste keer de ouders meegenomen in Amsterdam te ringen. Toen dacht ik, jezus, wat een grote stad. Ja. En toen zijn we toevallig op bezoek geweest in een oefenruimte bij de Dijk. Dat wist ik niet. Dat was een Zaanstad, Zaandam in die buurt. Ja. Daar was ik eigenlijk nooit eerder geweest. En toen dacht ik, toen zag ik versterkers, echt zo'n oud oefenhok en een krot, krat bier. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Toen ben ik, dit was het. Ja, maar het volgende bandje was een metal bandje. Dat heette Morgana Le Fay. Want we lazen allemaal wat boeken over koning Arthur. Ja. En allemaal en gewoon bas, drum, gitaar en piano. Twee gitaren. Dat was toen in die tijd, 19... dat was echt 1980. Ja. En maar wanneer kwam je doorbraak? Dan, laat ik het zo zeggen, dat je dan als muzikant, laten we het zo maar noemen. Nou, ik heb altijd een dubbelzinnig ding over doorbraak. Maar ik won de gitaar van Gary Moore toen ik 17 was. Oh, en toen was er een wedstrijd op de KRO. En zat ik laatste schooljaar van mijn middelbare school. Ja. En toen kon je die een wedstrijd heb je wel doen. Afgemaakt? Ja, dat moet ik vooral aan mijn leerling toe. Nee, daar begin ik al over. Ja. Maar toen won ik inderdaad een gitaarwedstrijd. En dan moest je 2 minuten gitaarsolo bij de KRO. En dat deden eigenlijk alle toch wel bekende rockgitaristen deden mee. En ik was jochie van 17. En mijn ouders zeiden, die hadden zoiets van, waarom doe je dat? En toen werd ik opgebeld maanden later. Ja. Overigens die gitaar mij geholpen had om het op te nemen. En een vriend uit het dorp. Dat zegt, toen zeiden ze, wat zou je ervan denken als je derde was? En toen hoorde je mij zo, hoorde je mij zo'n beetje brommen in het dialect. En toen bleek uiteindelijk dat ik hem gewonnen had. En toen was je natuurlijk wel op school. Toen was het klaar. Toen had ik ook een manager met een band. En dat was mijn eerste serieuze band, was Avalon. En daar hebben we heel veel in Duitsland gespeeld. Ja. En die andere jongens waren maar 8 jaar ouder. Dat is ook niet goed voor je opvoeding. Nee, maar toch wel een investering in de toekomst. Dat heeft mij kunnen we daar nog iets van op YouTube vinden, van Avalon? In het filmpje dat ik zie, de trailer, zie je fragmenten van verschillende live optredens van mij. Dus die is... Kijk! Geef maar even commentaar. Dit is gitaar, dat is mijn jochie uit mijn flat. Dat is wat we nu aan het maken. Dat is een Output Festival Workshop. Dat is Avalon. 17. Dat is Anouk op Pinkpop. Dat is 2001. De Guitar Matrix is eigenlijk het boek wat we niet vanuit hier filmpjes aan maken zijn met de gitaarlist. Dat soort. Deze filmpjes allemaal geëdit door Jamie Van Eck die filmpjes maakt. Wil je echt goed gitaar leren spelen? Eigen songs leren schrijven? Alles wat erbij komt kijken? En wil je klinken als jouw helden? En met al je favoriete songs meespelen? Dat is beneden. Je kan de Guitar Matrix online. Met handige tips, trucs en belangrijke wetenswaardigheden. Hou de website in de gaten. Updates en informatie. Je weet begin jouw nummer bent op bij de Guitar Matrix. De stem is ook van een jongen die les heeft, een Royal Flush, een bandje die hier oefent in de Matrix werkt. Oké, en toen werd je beroemder en beroemder. En wanneer besloot je dan om eigenlijk les te gaan geven? En dat je hier ook in Amsterdam kwam om die school te beginnen? Nou, toen ik 16 was, in de tijd dat ik dit soort dingen begon te doen van die gitaar winnen en zo,
Toen dacht ik, toen werkte ik heel veel bij de boer. Eerst aardbeien, later weet ik wat allemaal, de gekste dingen. Het was heel zwaar. Ja. Dat is op zich ook heel gezellig. Ja. Maar na verloop van tijd dacht ik, ik kan veel beter geld verdienen met mijn gitaar. En ik had tot voorbeeld Randy Rhoads, die bij Ozzy speelde. Je had twee grote helden, want je kon spelen bij Van Halen of je kon spelen bij Ozzy Osbourne. En dat waren allebei waanzinnige gitaristen. Van de een eigenlijk heel veel les gaf en ook heel serieus was. En dat sprak me op een of andere manier aan. Dus ik ben een gitaarschool begonnen toen ik 17 was, een beetje in het dorp. En dan had ik op zaterdag of als ik tijd had, ik gewoon... Dus in je eigen... Ja, eerst in mijn eigen dorp, later in Kerkrade bij een vriendin. En dan gaf ik gewoon mensen achter elkaar les. En dan s'avonds ging ik spelen op verschillende plekken. En ik vond het onwijs leuk, want ik speelde veel. Maar mensen kwamen ook doordat je gewoon gitaarles geeft, doordat je op een podium staat. Mm. En er waren niet zoveel mensen die het geven van rock'n'roll gitaarles toch ook wel serieus aandacht gaan. Toen ben ik... Ik had een hele waanzinnige manager die heel, ja, gewoon veel brutaler was dan ik. Want ik was redelijk verlegen. Bernd heette die. Maar alles trop en draan en Jaguar en hele dingen. Maar we wisten van, we waren echt uit een dorp van een soort Spinal Tap. Van, dat je gewoon denkt van, achteraf weet je niet wat er allemaal gebeurd is. Toen dacht ik toch, ik wil toch wel gewoon muziek studeren. Ja. Dat ik niet afhankelijk ben van deze man ook. Toen ben ik uiteindelijk 1 jaar in Maastricht geweest. Waar ik heel veel harmonie, klassiek. Het was een hele goede school op klassiek gebied. Maar voor rock en gitaar was het toch, wilde ik toch naar Den Haag, waar studio's waren. En toen ben ik verhuisd en toen door de week gewoon studeren. 6 uur per dag. Ja. En het weekend in vage clubjes in Duitsland. Ja. Basis, militaire basis, gewoon gitaar. Rocken. Met je met dat soort pakjes in die tijd. En dat was echt Spinal Tap, met ontploffende gitaren. Geld verdienen en je ego streven. Ja. Ja, dat geld weet ik niet. Dat is niet naar mij gegaan. Ook dat en was het. Managers, hè? Maar dat was ook geïnvesteerders. Maar het was gewoon leuk. Het was gewoon echt, maar nou, de cross, daar hebben we, nu, hoe kwam je dan hier terecht? Dus door naar Den Haag te gaan. Ja? Daar, ik bleef, was een hele, het Koninklijke Conservatorium. Ik heb daar jazz gezeerd. Pop was er niet. Rock'n'roll. Dus ik was de jongen met de lange haar. Die was ervan zei dat hij houdt van metal. Dat had ze gewoon duidelijk, lang haar is metal. Ja, en dan, dus ik deed alle gekke projecten van, waar gitaristen nodig waren die niet binnen de regels. De compositiedingen en moderne dingen. En daar hebben we heel veel goede vrienden over gehad. We hebben heel veel opgenomen in de studio. En dan zeiden we altijd, we gaan brave muziek maken. En als dan de docent weg waren, gingen we de hele avond gekke dingen opnemen. Rammen. De koren zouden het hele gebouw trekken en dingen maken. En ik dacht toen wel van ja, waarom is er niet een school waar ik zelf naartoe had gewild? En ik heb een heerlijke tijd gehad hoor, maar ik wilde wel echt een school, een conservatorium, HBL, waar je gewoon de kracht van wat ik noem rock'n'roll, en daar bedoel ik niet meer rock'n'roll, alle breedte van avontuur en pop. Met de kracht is een mooi woord. Ja, gewoon met attitude, maar ook met vernuft, met resultaten en daar een school over beginnen. Dus dat wil ik sindsdien. Ja. Dan heb ik eerst in Den Haag een muziekschool opgericht voor kinderen, het Korhuis. Dat is een waanzinnige muziekschool die daar heel veel ruimte voor geven. Ja. En daar hebben we heel veel docenten die allemaal afgestudeerd waren, maar die eigenlijk van popmuziek hielden, hebben daar gewerkt. En die werken nu eigenlijk allemaal in Amsterdam op Kostor. Ja, want jij bent gewoon toppers. Eigenlijk verhuisd. Hoe kom je met hun in contact? Nou, ik ben vanuit Kostor in Hilversum ben ik op een gegeven moment hoofdonderwijskunde geworden, waar die dan binnen de jazz, wat ik overigens, ik hou ook heel erg van jazz en het is prachtige muziek, alleen ik vind het gewoon belangrijk dat de muziek zich vernieuwt en dat de dingen van nu op zo'n school thuis kunnen horen. En ik ben daar hoofdonderwijskunde geworden van hoe kun je nou onderwijsdingen vernieuwen zodat de muziek die er is van klassiek, dat je dat kan blijven delen met de mensen die in dit gebouw repeteren. Ja. En toen hoorde jij van dit gebouw ergens? Nee, dat was er nog niet. Maar dus toen ben ik eigenlijk vanuit Kostom in Hilversum bij een fusie met Amsterdam daar hoofdonderwijskunde geworden. Heb een zakelijk programma gemaakt voor jazzmuzikanten die en later ook voor klassiek die met artistieke projecten zakelijk aan de weg willen timmen. Omdat was een nieuw woord binnen de opleiding. Dat je jezelf ook mocht verkopen. Een vies woord? Ja, precies. Dat heeft echt 10 jaar geduurd. Maar daar hebben we een heel leuk programma voor gemaakt met een beroep kunstenaar.nl met allerlei instanties zoals uiteraard de AK, maar ook kunstenaars en co. En, en dat is heel erg. Dat was een hele mooie start. Ja. Toen mijn hoofd dacht, dat Ruud Ike ook van, god, als hij daar niet door gestenigd wordt om dit vieze woord hier te verspreiden, dan moeten we misschien maar ooit maar eens aan die popopleiding geloven. En hij heeft die ruimte vergeven, heeft hij heel dapper gezegd van, het moet er komen, een stad als dit heeft. En toen zijn we aan de slag gaan in 2003. Aha. Ik was toen nog op tour met Keith Caputo. En, maar we hebben het gewoon eruit geramd, omdat ik het al zo lang over nagedacht heb. En we bestaan in 2013, 10 jaar, dat gaat nu heel hard. En er zijn heel veel bands heel succesvol. Ja. En wat ik vooral leuk vind, is gewoon het avontuur. Ja. En dat zie je in dit gebouw terug. Ja. Hoe kwam je nou hier?